Waar zit onze aanknop? Waarvoor dienen de kleine hersenen? En wat gebeurt er precies bij een coma? Welkom bij het college van Erik Scherder over het brein. Dit is DWDD University. Goedenavond, welkom vanuit het prachtige podium Mozaïek in Amsterdam. En deze bijzondere locatie is de komende drie kwartier het decor van Erik Scherder. Hoogleraar klinische neuropsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en als professor bewegingswetenschappen verbonden aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Hij won meerdere malen de VU Onderwijsprijs. Met zijn zo kenmerkende enthousiasme zal hij ons in drie colleges bijpraten over de wondere wereld van ons brein. Mag ik een groot applaus, Erik Scherder! Geweldig. De sfeer is goed. Ze hebben er zin in. Ja. Ja. Drie weken zijn wij er. Op dit prachtige tijdstip op NPO 1. Waar beginnen we? Waar gaat deze aflevering over? De eerste. Ja, we gaan echt nu kijken van hoe zetten we het brein aan? Wat is de aanknop? Waar zit het allemaal? Hoe wonderlijk is het toch dat het eigenlijk altijd maar goed werkt? Niet voor iedereen altijd goed. Gaan we ook naar kijken. Dus het wordt één groot avontuur. Het wordt heel spannend. Zin in? Ontzettend veel zin in. Met de vorm? Ik ben in topvorm gewoon. Professor Scherder! Dames en heren, mijn eerste vraag is natuurlijk aan u. Daar begin ik graag mee. Heeft u er ook zin in? Ja. Dat komt goed uit. En natuurlijk moet ik aan de kijkers thuis vragen. Heeft u er ook zin in? Ik wacht even tot u gereageerd heeft. Ik hoor het geweldig. U heeft er ook zin. We hebben er allemaal zin. Fantastisch. En we gaan een geweldig avontuur. Fantastisch avontuur. Een reis maken door het brein heen. Het is natuurlijk een droom. Mijn droom die in vervulling gaat. Mijn grootste collegezaal ooit. U hier, thuis erbij. Het is geweldig. En het is een fantastische reis. En die hersenen, dames en heren. 100 miljard zenuwcellen. 100 miljard. En allemaal verbonden met elkaar door kilometers lange baansystemen. Kunt u zich dat eens voorstellen? En inderdaad zeg ik terecht, hoe vaak gaat het niet gewoon goed? Het is gewoon een wonder dat het goed gaat. En dat gaat niet altijd goed, daar gaan we dus ook naar kijken. En zijn we ons eigenlijk wel van bewust hoe fantastisch het is dat we dat brein hebben en dat het altijd zo fantastisch werkt? Ik geef u maar even een voorbeeld, om even in de sfeer te komen. U wordt wakker 's morgens. U wordt wakker. Ja, u moet toch echt even reageren, hoor. U wordt wakker, ja? Dat is toch wel even meegenomen dat u wakker wordt, denk ik, bij mezelf. U wordt wakker en u draait zich om. U nu kijkt naar de wekker. U kijkt. Precies. U kijkt, dat is al ongelooflijk. U kijkt naar de wekker. En u ziet daar een paar wijzers die in een bepaalde stand staan. U snapt dat het 6:15 is, 6:15. U begrijpt dat het gewoon een tijd is om op te staan. Verwondert u het niet dat het allemaal maar gewoon lukt? U stapt uit bed, u gaat douchen, u stapt op de fiets. Afijn, u bent onderweg. Ongelooflijk toch? Eigenlijk toch ongelooflijk dat het elke dag gewoon maar zo gaat. En u maar denkt, nou, u denkt eigenlijk niks. Want u denkt gewoon, het is gewoon heel normaal. En ik wou net delen, het is fantastisch dat het zo gaat. En dat het elke dag maar weer zo makkelijk en zo loopt als het loopt. Zullen we eens kijken in het brein hoe het überhaupt, eruit ziet, wat de opbouw is. Heeft u er zin in om te kijken hoe die opbouw is? Nou, dan gaan we kijken. Kijk, dit is natuurlijk schitterend, hè? Hier ziet u de onderste laag. Ik laat u zien een drie-eenheid, een triune brain. Eigenlijk een model wat heel bekend is, waarbij we bij de onderste laag beginnen en dan de middelste en de bovenste laag. Die onderste laag hier wordt gevormd door de hersenstam. De kleine hersenen zitten daarbij en nog een gebied hierboven, de basale kernen. Maar die hersenstam is echt superbelangrijk al meteen. Dus de onderste laag in de opbouw van dat hele brein. En die hersenstam, die heeft bijvoorbeeld al heel veel vitale functies. Ik weet niet of je dat realiseert, maar vitale functies zoals ademhaling, bloeddrukregulatie, hartregulatie. Dat zijn dus functies, die worden door de hersenstam verzorgd. Daar hebben we eigenlijk ons leven dus aan te danken, zeg maar. Komen we zo meteen nog verder op terug, omdat daar nog veel meer belangrijke functies in zitten. Als we dan een laag verder kijken, dan ziet u hier een prachtig rood gebied aangegeven. En dat rode gebied,
Dat is het gebied waar we, zeg maar, ons emotionele leven aan te danken hebben. Met andere woorden, het is het gebied waarbij wij intern contact maken met de buitenwereld. En daar bedoel ik mee, stel u voelt zich nu heel erg gelukkig. En u bent zometeen buiten en u ziet een bekende. Heeft u gewoon zin om te hukken? Toch? Want u voelde zich gelukkig. En uw uitzicht, u moet even reageren. Ja of nee? Ja. Ah, heel logisch, hè? Of u ziet iets heel naars en dat raakt u. U voelt verdriet of u voelt angst. Dus de contacten tussen binnenwereld en buitenwereld, het rode gebied, het limbisch systeem, speelt daar een hele belangrijke rol in. En als we dan nog één verdieping hoger kijken, dan kom je dus in de schors. Dat is dus onze buitenste laag. Prachtig aangegeven hier in die blauwe tint. De hersenschors, waar we mee denken, waar we mee handelen. Kortom, onze hoogste cognitieve en motorische functies wordt daar, zeg maar, heel in vertegenwoordigd in die schors. Prachtig opbouw. En als u kijkt naar die schors, dan weet u wel dat dat brein is niet één geheel. Ik heb hier even, dit is een niet echt brein, maar gewoon van plastic. Maar u weet, niks mis mee op zich. Maar u weet, het bestaat uit twee hersenhelften. En die twee hersenhelften, die ziet u hier ook prachtig weergegeven. Die twee hersenhelften die kunnen met elkaar communiceren door het feit dat er een verbinding is tussen beide hersenhelften. En dat ziet u hier. Ik loop er even heen. Dit is een prachtig vezelsysteem. U ziet die verbindingen, vezels, baansystemen, die hebben een witte kleur. Even een vraagje aan u. Als u praat over, ik weet niet of u het weet, maar wie van u weet de kleur van de zenuwcellen zelf, van de neuronen, van de zenuwen? Wat heeft die voor kleur? Grijs, heel goed. U ziet dus, de zenuwcellen zijn grijs en de baansystemen, de verbindingen, zijn wit. Dus mijn advies is eigenlijk een beetje aan u het volgende. Als u wel eens tegen uw collega zegt, man of vrouw, gebruik je grijze massa, dan zegt u eigenlijk, gebruik je hersencellen. Mijn advies is na vandaag, gebruik je grijze massa, maar ook je witte massa, hè? Want anders slaat u dus de verbinding over en volgens mij heb je er dan niet heel veel meer aan in het brein. We moeten wel met elkaar kunnen praten. Dus mijn advies is, wees wel compleet als u toch uw collega loopt uit te jennen. Die vezelsystemen dus, die zorgen ervoor dat u linker en rechter hersenhelft met elkaar kunnen communiceren. Met elkaar kunnen praten. Die zorgen er ook voor dat u één persoon bent, dat u één geheel bent. Dat u één persoonlijkheid heeft, dat u één bewustzijn heeft. Ontzettend belangrijk. En toch weet u misschien ook wel dat sommige baansystemen in de hersenen gekruist verlopen. Ik ga even met mijn rug naar u toe staan, met alle respect uiteraard. Maar u weet misschien dat uw rechter hersenhelft, die heeft gekruiste motorische banen en die stuurt uw linkerkant aan. En uw linker hersenhelft heeft ook gekruiste banen en die stuurt uw rechterlichaamshelft aan. Toch werken ze zo met elkaar samen, dat als ik u de volgende opdracht geef, dat u eigenlijk merkt dat het echt één geheel is. Zullen we het even proberen met elkaar? Leuk testje doen. En thuis doet u mee, hè? Thuis doet u mee, want u behoort tot mijn collegezaal, hè? Ik vraag aan u, kunt u nou, u moet allemaal mee, kunt u met uw rechterhand even nog een cirkel maken, zo? Geweldig om te zien hier vandaan. Echt heel leuk. Kunt u het echt aanraden? Echt superleuk. Oké. Kunt u nou met uw linkerhand een vierkant maken? Oh, ik zie nu al rondjes, maar goed, het was wel een, het moest een vierkant zijn. Ja, thuis, u doet het uitstekend. Ik kan het hier vandaan heel erg goed zien. En nu vraag ik aan u, en daar zit de samenwerking in. Wilt u het tegelijkertijd doen? Heel goed. Ja, dus nu tegelijkertijd, hè? Vierkantje en een rondje. Juist. Ja. Eigenlijk... Ik begrijp de emotie. Het is even niet... Wie lukte het? Niemand? Nee. Eigenlijk ook maar gunstig ook, want als het u wel lukt, dan moeten we ons toch een klein beetje zorgen maken over of die linker- en rechterhersenhelft wel met elkaar praten. He? Want doordat ze met elkaar praten, bent u één geheel. Er zijn situaties beschreven, patiënten beschreven, waarbij het corpus callosum, dat is die hersenbalk, doorsneden is. En bijvoorbeeld, wordt tegenwoordig niet zoveel meer gedaan, maar die patiënten zijn er natuurlijk wel. Bijvoorbeeld bij mensen die een epilepsie hebben. En daar zit de epileptische haard zit dan in de linker hersenhelft. En om te voorkomen dat die epilepsie zich via die hersenbalk over de andere hersenhelft ook uitspreidt, heeft men in het verleden, en nog niet zo lang geleden, die hersenbalk doorsneden, zodat die epileptische haard, zeg maar, aan één kant blijft. Het gevolg was, als u dan kijkt naar die patiënten, ook hoe ze beschreven zijn in de literatuur,
Een mevrouw bijvoorbeeld die beschreven is in de literatuur. Die zegt dan bijvoorbeeld, na de doorsnijding van die hersenbalk... ja, dan sta ik voor mijn kast. En dan denkt één kant, die denkt, ik trek een rok aan. En de andere kant denkt, ik trek een broek aan. Ja, ja, op zich, als je je voorstelt wat dat betekent dus... dat je twee persoonlijkheden, twee bewustzijns als het ware krijgt. Dat je dus niet meer één mening hebt, maar twee. Wat dat moet betekenen voor je hele dagelijkse leven. Hè? Het is echt indrukwekkend om die beschrijving. Maar even in een klein moment nu, maar u voelt al meteen aan wat het betekent. We hebben ook iemand, een klein filmpje... van iemand die ook die doorsnijding heeft gekregen van die hersenbalk. En u kunt nu zien dat zo iemand bijvoorbeeld die bewegingen wel degelijk apart kan maken. Laten we even kijken naar, naar dat filmpje. Take the remarkable case of Joe, known as JW in the scientific literature. To control crippling epileptic fits, the main connections between the two sides of his brain were severed. Joe's split brain allows researchers to explore the workings of the left and right hemispheres, which are now almost completely separated. His party trick is to draw two different objects simultaneously. Amazing. There we go. Beautiful. We gaan terug naar die hersenstam. Want ik had u beloofd dat we daar nu in eerste instantie nog eens even wat meer over zouden vertellen. Omdat die zo cruciaal is in de opbouw van het centraal zenuwstelsel. Ik heb u verteld over die vitale functies. Maar weet u dat er in die hersenstam ook al een bijdrage wordt geleverd aan de motoriek? Dus dat is niet alleen iets wat zich in hogere regionen afspeelt. Maar zelfs in wat lagere regionen, zoals in die hersenstam, met echt wat meer basale motoriek. Het lijkt me heel leuk om even met iemand iets te laten zien. Ach ja, u lijkt me de aangewezen persoon gewoon. Loopt even met me mee. Dat zou ik heel erg leuk vinden. Dag. Hallo. Hoe is uw naam? Hanneke. Leuk. Nou, even, misschien even eerst een aanmoedigend applaus. Hè? Ja. Zou u hierop willen gaan zitten? Zo met uw benen aan deze kant. Ja? Ja. Oh, fantastisch. Ja, dat is echt heel mooi. Zit u een beetje op uw gemak? Ja, heel erg. Oh, wauw. Dat komt goed uit. Want ik ga u een beetje plagen. Ik hoop dat u relaxed zit. En laat gewoon uw gevoel, zeg maar, de reacties. Ik ga een beetje aan u trekken en drukken en dergelijke. Doe even mijn jasje erbij uit, want het wordt nu echt... Het wordt nu echt werken geblazen. Ik leg het even hier neer. Zo, dan weet u wat u te wachten staat, hè? Oké, daar komt hij. Ja? Bent u klaar voor? Daar komt hij. Moet ik meedoen? Nee. Laat gewoon uw natuurlijke reacties het leven, zeg maar. Geef het leven. Ja, schattig. Maar dat zou normaal gesproken... Wat moet ik dan doen? Nou, stel nou voor dat... Gaat u nog eens een beetje hier naar de rand toe zitten. Dan wordt het wat gevaarlijker. Hier een beetje... Ja, heel goed. Ja, ze is gewoon ook heel erg lenig. Maar laat ik zeggen... Wat ook zou kunnen... Ja? Is dat uw benen omhoog gaan als ik u erachter trek. Kijk. Kijk, ziet u die reacties? Daar had ik eigenlijk op gewacht. Geeft niks. Sorry, als onderzoeker meneer. Moet je ook gewoon de mislukkelingen van het experiment moet je kunnen accepteren. Desalniettemin, en daarvoor het applaus. Goed, die opvang- en evenwichtreacties die we normaal gesproken hadden kunnen zien... die zitten dus daar in die hersenstam. Maar niet alleen, want dit is ook het gebied, die hersenstam... waarin de basis ligt van hele belangrijke neurotransmitters. En u weet, een neurotransmitter is een chemische stof... die zorgt dat er een signaaloverdracht plaatsvindt in dat brein. Vindt u het helder als ik dat zo zeg? En een neurotransmitter is bijvoorbeeld... Noradrenaline. U weet wel, als u voelt, u iets heel spannend ziet... dan voelt u de adrenaline door uw lijf jagen. U wordt weer helemaal geprikkeld. En dat is nou precies wat we naartoe gaan in dat systeem. Dus adrenaline is zo'n neurotransmitter. Serotonine heeft ook zijn basis hier in de hersenstam. Die zorgt er dan weer voor dat die arousal, die opwinding van die adrenaline... niet al te ver gaat. Dat het een beetje in balans blijft. Prachtig.
En bij elkaar, zeg maar, gaat dan die informatie vanuit die hersenstam, die gaat dan door hier naar de thalamus. Die zit hier bovenop, prachtig weergegeven. Die zit dus in een centraal gebied in het brein. En daar vandaan gaat hij helemaal door naar de schors. En dat dus die schors wordt aangezet in feite vanuit die hersenstam vandaan. Vindt u het helder als u het zo ziet? Dus dit is eigenlijk wat wij noemen arousal. Ik ben nu aroused, want ik wil u graag wat leren en ik ben bij de les. Ik hoop dat u aroused bent. Omdat u bij mij bent, zeg maar. En dat u thuis aroused bent. Ja, ik hoor dat dat klopt, thuis. Dat is heel mooi. Dit is eigenlijk, want als u kunt zich afvragen, welke symptomen of welke, zeg maar, prikkels gaat er dan allemaal doorheen naar dat brein toe? Nou, de prikkels bijvoorbeeld vanuit uw lichaam vandaan. Dus alles uit uw spieren en gewrichten gaan via de hersenstam naar de thalamus, door naar uw schors. Maar ook wat u hoort, wat u ziet, gaat uiteindelijk via die lage gebieden terug naar uw schors. Dus als u denkt, ik ben een beetje, zeg maar, hey, ik heb wat arousal nodig, dan kunt u wat bewegen. U gaat een beetje mopperen op elkaar. Afijn, er is allerlei mogelijkheden om die schors te activeren. Die thalamus, die speelt ook een grote rol, bijvoorbeeld als het gaat over pijn. Want in diezelfde systemen die vanuit uw lichaam naar boven gaan, via de hersenstam, thalamus, naar uw schors, dat zijn ook de systemen die uw pijnsignaal vervoeren. Waardoor u pijn ervaart. Nou, u weet, pijn is onze enorme vriend, zeg maar. Want die zorgt ervoor dat we gealarmeerd worden. Maar het kan ook echt de verkeerde kant uitgaan. Hier ziet u die thalamus. Het kan zijn dat bijvoorbeeld door een infarct, maar het kan ook zijn, bijvoorbeeld bij mensen met een dementie, dat die thalamus beschadigd raakt. Normaal gesproken is die thalamus belangrijk om uw gewone prikkels vanuit uw lichaam via de thalamus naar uw cortex te brengen, naar uw schors. En u ervaart pijn. Of u ervaart gewoon dat iemand u aanraakt. Al dat soort normale gevoelens gaan via die thalamus door. Maar als die thalamus dus beschadigd raakt, dan krijgt u het volgende fenomeen, althans dat kan, dat lichte aanraking, die normaal gesproken licht was, nu door die thalamus die beschadigd is, wordt, zeg maar, vertaald als iets heel extreems. Er ontstaat een pijncircuit in het brein zelf. Dat betekent dat als de patiënt heel licht wordt aangeraakt, dat je een hele grote reactie kunt zien, namelijk een grote pijnreactie. Stelt u zich het volgende voor. Daar ligt natuurlijk ook heel erg mijn hart, als u weet dat we heel actief zijn in het veld van mensen met een dementie. Stelt u zich voor, een mevrouw met een dementie, en die heeft gewoon slofjes aan. En die slofjes zitten prima, haar enkels zijn keurig slank, en er is niks aan de hand. Maar nu krijgt ze een klein beetje hartfalen. De enkels die zwellen een beetje op. Die slofjes gaan knellen. En dat knellende gevoel, wat bij ons eigenlijk, zeg maar, een normaal gevoel zou zijn, van oké, dit is wat onaangenaam, het knelt een beetje, wordt nu door de schade aan die thalamus, wordt dat nu vertaald als iets heel ergs. Maar de vraag is, heel erge pijn, ben ik helder? Maar de vraag is of die mevrouw nog in staat is om dat aan te geven. Of dat die mevrouw merkt dat ze veel pijn heeft, maar geagiteerd raakt, onrustig wordt. En dat wij dan denken, ik moet even wereldwijd denken, en dat wij dan denken, oké, die mevrouw die is onrustig, mogelijkerwijs op basis van haar dementie. En dat kan zijn de knellende slofjes, knellende kleding, wat u maar wil. Dus hier ligt, wat mij betreft, ligt hier een geweldige uitdaging om te zorgen dat we hier stappen kunnen maken. Goed. We zijn bezig met die opstijgende baan vanuit de hersenstam, thalamus, naar de schors. En als u dan kijkt, als die schors dan wordt aangezet, hè, de aanknop, als die wordt aangezet, dan is er één grote functie, met name frontaal aan de voorzijde van het brein, één grote functie die ik graag met u wil bespreken, en dat is remming. Dus die remming, dat is een functie die we hebben. En dat is een functie die u vooral heeft als uw schors het goed doet. Ik zal u een voorbeeld geven. U bent nou bij mij, en ik hoop dat de mensen thuis zijn bij mij. Ik hoop bij de les. U bent aroused. En ik hoop dat u daardoor aandacht heeft. En uw aandacht kunt u alleen maar hebben omdat u de, zeg maar, omgevende informatie, de irrelevante informatie, wegfiltert. Die remt u weg. Vindt u dat helder? Dus u remt weg, u filtert de, zeg maar, de dingen die u niet belangrijk vindt. Daardoor kunt u focussen. En doordat u focust, kunt u dat ook onthouden. Dus zonder remming kunt u veel minder onthouden. Dus om aandacht te hebben aan zaken, moet u goed kunnen remmen.
Nou, daar komen we nog wel terug. Maar dat is een belangrijk punt. Want het is natuurlijk zo dat ik heb misschien een beetje nodig om aroused te zijn. Maar er zijn mensen die hebben veel meer nodig om aroused te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de high sensation seekers. De thrill seekers. Die mensen hebben meer nodig om goed aroused te zijn. Maar dan hebben ze ook een top aandacht. Krijgen ze ervoor terug een top concentratie. Laten we eens kijken naar een heel mooi filmpje van Alexander Honnold. I just had a moment of like, this is like surreally cool. I was like, I can't believe I'm up here with no rope, just climbing. Like, this is rad. To only have your rock shoes and your chalk bag and the power of mind. Person at the top of this game, and it's hard to even call this a game, is Alex Honnold. There's one wrong move, you fall, you die. Ja, geweldig. Ik doe het hem niet na. U begrijpt ook, je kunt de arousal natuurlijk ook te veel hebben. Hè? Dat geldt niet voor hem dus, maar dat zou voor ons wel kunnen. Dat je te veel hebt. Denk bijvoorbeeld aan chronische stress. Als maar stress. Dat blijkt ook uit de literatuur. Dan gaat die frontale lob, die leidt daaronder. En als die eronder leidt, dan gaat dus zijn functie gaat naar beneden. Hij raakt als het ware een beetje ontremd. En die ontremming zie je terug, bijvoorbeeld bij mensen met chronische stress. Laat ik nog eens even als idee nemen, bijvoorbeeld de beet van Suarez. En ik haal het nog een keer naar voren, er is veel over gezegd. Maar eigenlijk meer ter verdediging dan met een ander doel, alleen maar dat doel. Want die chronische stress, hij was zoals u weet heel lang geblesseerd. Dat is natuurlijk een stressvolle periode. U ziet hier die beet die hij daar doet. Hij was lang geblesseerd, uiteindelijk deed hij mee in de WK. Eerste wedstrijd niet, daarna scoorde hij. Dat hele land van hem, dat zat bovenop zijn nek, want hij was de held. Wat een stress voor één persoon. En dan kunt u zich voorstellen, als dan die frontale lob uiteindelijk door die stress minder goed functioneert, raak je ontremd, maar je komt ook op een lager niveau uit. Hè? Je gaat een beetje hier functioneren, tijdelijk, op dat hersenstamniveau. En in die hersenstam zit toevalligerwijs ook de generator van uw kouvermogen. Ja, heb ik niet bedacht, hè? Dus toen die twee dingen bij elkaar, dacht ik, hey, daar zit onze aanzet van het kouwen. Nou, dan zo'n hapje kan dan daarin passen, zeg maar. Er kan natuurlijk ook under-arousal zijn. En under-arousal betekent gewoon dat u helemaal niet meer aroused bent. Iets wat ik hoop te voorkomen tijdens dit college, hè, dat u denkt, oh, daar gaan we oogleden, heerlijk. Weet je, dat je echt zo. En dan wil je ook niet tegenhouden. Ik weet of het goed klinkt, hè? Je wil het niet tegenhouden. Je wil gewoon denken, daar gaan mijn oogleden. En wat is het toch een fantastisch gevoel zo. Hè? En het is verrukkelijk. Under arousal. Nou, u weet nu wat u daarmee doet als u dat voelt. Een beetje bewegen, een beetje ruzie maken. Maar het kan ook iets zijn wat u ziet of wat u hoort. Daarmee zet u die aanknop weer helemaal aan. Fantastisch. Er komt dan op een gegeven moment in je leven een heel kostbaar moment. En dat heb ik ook. Ik heb zo'n kostbaar moment nu met u. Extra, het is überhaupt kostbaar, maar nu extra. Wij mochten namelijk voor deze uitzending vanuit een Oostenrijks museum een brein lenen, u heeft het hier misschien gezien, van glas. Een brein, ooit gemaakt in 1763, is nooit uit het museum weggegaan. En dat mogen wij u laten zien hier. Dat is echt ongelooflijk, dat mag. En als ik het brein zo meteen in mijn hand neem, ik laat u zien, dan blijkt dat als je het in je handen neemt, het op de temperatuur ken ik van je handen, dat dan dat hele arousal systeem wat u vanuit de hersenstam ziet oplichten, dat dus zeg maar zichtbaar wordt in dat brein. Echt een geweldig moment wat ik heel graag met u wil delen. En ik zal het u laten zien, het is echt ontzettend mooi om dat met u te... Oh nee! Nou, het was niet uit het Oostenrijks Museum, moet ik u eerlijk zeggen. Het is door de redactie van DWDD heel knap in elkaar gezet en met andere mensen. Maar bent u weer een beetje aroused, mensen? Ja. Voelt u een beetje uw corticale activiteit? Want dat is echt ongelooflijk nodig. En we gaan natuurlijk dan denken van waar heb je die cortex voor nodig? Die schors. Het is denken, het is motoriek. Het is zoveel dingen tegelijkertijd. De duale taken, dingen tegelijkertijd doen. Hoe lastig is dat niet? Ik geef u een paar voorbeelden. U loopt met uw geliefde in Parijs over de Champs-Élysées. Nou, niemand kan het zich voorstellen, heel jammer.
Ja, u loopt daar en u heeft een ontzettend romantisch verhaal met elkaar. En de liefde spat eraf. Maar u steekt de Champs-Élysées over. Nou, ik maak u sterk dat u even wacht met uw lieftallige woordjes. Dat u eerst zegt, eerst even veilig oversteken. Ja of nee? Ja, tuurlijk. Kijk eens thuis, mee eens? Ja, duidelijk. U maakt ruzie op straat met uw geliefde. Onvoorstelbaar uiteraard, maar stel. U loopt zo, op een gegeven moment komt dat een hoogtepunt. Nou, ik geef een brief op uw hoogtepunt bent. Dan zegt u, nou zal ik jou straks. U gaat stilstaan. Want u wilt uw boodschap helder en klaar overbrengen aan uw geliefde. Komt dat er duidelijk over? U stopt ermee met lopen omdat u cognitief gezien een boodschap achter wil laten. Nou, we kunnen nog een ander idee. Kunnen we nog even... Ik moet even wat... Het is natuurlijk leuk, daarom heb ik ook mijn jasje uitgetrokken. Ik pak de hele set gewoon mee, dat is makkelijker, hè? Over duale taken gesproken, even een beetje tegelijkertijd doen. Ik ben vandaag heel succesvol met de proefpersonen tot nu toe, dus het lijkt me heel leuk om dat nog eens te proberen. Zo. Bent u klaar voor het experiment, dames en heren? Oh, dat klinkt al een stuk minder enthousiast. Bent u echt... Ziet u zitten of ziet u niet zitten? Ja, dit wordt heel spectaculair, let op. Eens kijken of het volgende experiment gaat lukken. Ach, ideale kandidaat. Hi, Moreno. Hi, hartelijk welkom. Mag ik u uitnodigen? Ja, maar voordat ik u iets vraag, wou ik eerst iets anders aan u vragen. Namelijk, kunt u voor ons het getal 7 van 100 aftrekken en dan zo door naar beneden? Dus 100 min 7 en dan zo door naar beneden. 93... 86... Ja, dat was zenuwen. Ja, logisch. Ja. En dan verder nog iets? 86, 79, 72. Perfect. Ontzettend. Dames en heren, even het plan. Perfect. Zou u dan voorzichtigerwijs ook even over die stoelen willen springen nu? Gewoon alleen maar over die stoelen. Net als ik het deed. Ben ik niet zo fit als u, hoor. Nee, dat... ik ben... Maar doe het voorzichtig, hè. Dus het hoeft niet steeds zo keihard. Wel veilig. Ja. Oké. Met de voet erop, hè? Ja. Oké, top. Ja, heel goed. Nu komt de duale taak. Zou u het nog een keer willen doen? Maar nu trekt u af vanaf 100 steeds het getal 13. Tegelijkertijd dat u eroverheen springt. Vindt u de opdracht helder? Ja, hij is helder. Hij is helder. Ziet u hem zitten? Niet, nee. Ik loop met u mee, want we willen natuurlijk steeds horen dat u fantastische uitslagen geeft met die rekenvaardigheid. Oké? Bent u er klaar voor? Ja. Oké, nu starten. 87, 76. Sorry. Nee. Applaus, dames en heren. Hartelijk bedankt. Zo lastig is het dus. Zo lastig is het. En ik moet zeggen, hij deed het fantastisch. Als u nou ons zo over die stoelen ziet springen... Dan kunt u zich misschien indenken, of u denkt misschien bij uzelf... Oké, wat heb je daar niet voor nodig om dat überhaupt zo te doen? Want dit is natuurlijk cognitief echt supergoed dat je dat zo kunt. En wat je daarvoor nodig hebt, is onder andere de kleine hersenen. Die kleine hersenen dragen gigantisch bij aan het cerebellum. En dat willen we u heel graag laten zien aan iemand die... de bijdrage daarvan aan iemand die een ernstig ongeluk heeft gehad op de fiets. Britt Mollen. En zij is aangereden en heeft een ernstig letsel gehad in haar brein. Maar ook met name, en we hebben daar een foto van... en uiteraard mogen we die aan u laten zien. Een ernstig ongeluk en ze heeft dus een ernstig letsel gekregen in haar... Dit zijn haar kleine hersenen. En u ziet hier die donkere vlekken hierin. En dat zijn bloedingen in haar kleine hersenen. En wij mochten haar thuis filmen. En dat hebben we ook gedaan. En ik wil u graag laten zien... De problematiek die ontstaat door die bloedingen in haar kleine hersenen. De coördinatieproblemen aan benen, aan handen en dergelijke. Maar dit doe je ook goed met je benen, Britt. Ja.
Jammer van dat kleine televisiescherm trouwens. Had dat nou niet iets groter gekund? Zou je iets voor ons willen snijden aan elkaar? En dat doe je dus dan met rechts of met links? Met rechts. Met rechts, zo, oké. Oké. Dan ben dit geweldig dat je het ons wil laten zien. Moet ik bij je in de buurt blijven? Nee, hè? Nee. Voorzichtig, voorzichtig, rustig, rustig. Goed, ja, je doet het geweldig, hoor. Ja, fantastisch. Ja, een kleine hersenen, dames en heren. Indrukwekkend. Britt Molle, heel erg bedankt, familie ook van Britt, dat we dit mochten laten zien. En dat we jouw kwetsbaarheid ook op deze manier konden laten zien. Britt heeft ook in coma gelegen. En u begrijpt dat coma is nou precies wat van je kunt zeggen als je hebt over die aanknop. Vanuit de hersenstam thalamus naar de schors. Dat bij coma de aanknop tijdelijk, hoop je, uit is. En hoe gaat die dan uit, zou u zich kunnen afvragen. En dat past in de lijn van zoals we het nu ook aan u zeg maar aanbieden. Hij kan uitgaan, die knop, door bijvoorbeeld dat beide hersenhelften niet meer goed functioneren tijdelijk. Of dat de thalamus, dat gebied helemaal centraal in het brein, niet meer zo goed functioneert tijdelijk. Of dat dus die hersenstam uitgeschakeld raakt. Uiteraard niet helemaal, want zoals we in het begin zeiden, uw ademhalingscentra, hartregulatie, bloeddrukbepaling, die zitten in die hersenstam, dat is uw leven. Maar op die manier kan dus iemand in coma geraken. Als u dan zegt van oké, maar hoe zou je dan kunnen proberen om te kijken of je iemand weer wakker kunt krijgen, uit dat coma kunt halen, dan kunt u zich voorstellen dat de omgekeerde weg echt wel een niet onlogische gedachte is. Dat wil zeggen, met al die sensorische stimulatie vanuit het lichaam of wat u ziet of hoort, zou je wellicht die route terug, hersenstam, thalamus, schors, weer kunnen maken. Ben ik helder als ik het u zo zeg? Kijken of je die aanknop weer aan kunt krijgen. En het is echt een ontzettend groot genoegen dat wij hier in het college dokter Henk Eilander hebben. Hij is de specialist, echt de deskundige op dit gebied. Zijn methode, die we laten zien, is door hem ontwikkeld in Leipark, in Tilburg. En hij is hier en hij is echt nationaal, internationaal echt beroemd om zijn methodes. En ik zou Henk willen uitnodigen. Kom je even hier staan, Henk, als je wil. Henk, ontzettend welkom. En fijn dat je er, heel erg fijn dat je er bent. En ik vind het heel fijn dat ik iets mag zeggen. Ja, fijn. We zijn gaan filmen in Leipark, ja, bij een 24-jarige vrouw in coma. En, zou jij kunnen vertellen aan ons, wat gaan we zien op die film? Nou, wat je gaat zien, wat jullie gaan zien, is dat ik allerlei prikkels aan die mevrouw toedien. Ik wil kijken wat voor niveau dat brein functioneert. Of het inderdaad die hersenstam is, of die thalamus, of die grote hersenen die het niet doen. En om dat te kunnen waarnemen, ga ik prikkels toedienen. Ja, en die prikkels, dat zijn, zoals ik het zo net al even aangaf, dat kan vanuit het lichaam komen, maar misschien ook vanuit je fysis. Ja, ik kan proberen dingen te laten zien, te laten horen, te laten voelen. En dat kunnen gewone dingen zijn, maar ik kan bijvoorbeeld ook knijpen. Ik kan erop proberen pijn te doen en zien hoe daar het lichaam, of de hersenen beter gezegd, op reageren. Ik ben Henk. Ik ga van alles. Ik ga je dingen laten zien en horen en laten voelen. Laten ruiken. Een beetje open, je hand open. Goed zo, prima. Ja. Nou jij. Ja, goed zo, prima. Blijf maar kijken. Blijf maar kijken. Zo.
Ja. Zij heeft bloeding gehad in de hersenen. En we hebben natuurlijk toestemming van de familie ook om u dat te laten zien. Ik kom zo weer bij je terug, Henk. Ja, ja. Dit is een scan van zeg maar een normaal brein. En u ziet hier een brein zonder letsel. U ziet hier de groefjes aan de zijkant. U ziet hier ook de kamers. En dit zijn de hersenen van deze jonge vrouw. En u ziet eigenlijk die tekening er niet meer in terug. En dat komt omdat door die bloedingen er een enorme zwelling is ontstaan in de hersenen. En die zwelling heeft er eigenlijk zeg maar, bepaald dit beeld, waardoor dus die groefjes en die kamers niet meer te zien zijn. En u kunt zich dus voorstellen met zo'n zwelling dat bijvoorbeeld die beide hersenhelften waar we in het begin even over hadden, dat die in ieder geval tijdelijk niet zo goed meer functioneren. Henk, dit eerste filmpje was eind januari, toen je er was. Maar je bent ook nog 2 weken geleden zijn we teruggegaan. Jouw methode is al die tijd daar doorgevoerd. Ja. Kan je er weer nog wat over zeggen? Ja, nou, zij is dus intensief behandeld en intensief geprikkeld. En ik heb haar weer ongeveer dezelfde dingen aangeboden. En dan zie je dat, dit filmpje zie je betrekkelijk weinig verandering, weinig reacties bij haar. En op het volgende filmpje zie je dat ze al een heel stuk op een hoger niveau functioneert. Nog, die cortex doet het waarschijnlijk nog niet helemaal zo goed. Maar een paar niveaus lager zie je wel allerlei reacties bij haar. Waar komt het vandaan? Het wel. Steek je tong eens uit. Ja, uitstekend. Doe je mond eens wagenwijd open. Omdat ik het vraag. Zover als je kunt. Goed zo. Ja, je ziet haar antwoord geven. Hè? Dus dat betekent dat er een vorm van bewustzijn is. Tegelijkertijd zie je dat ze nog maar heel moeilijk reacties kan geven. En dat duidt er denk ik nog op dat er ook in de hersenstam nog steeds een aantal problemen zijn, waardoor die arousal niet. Het lijkt alsof ze half slaapt. Maar de reacties waren adequaat. Ja, zeker. Ja, dus zeker. Echt wel waarom? Hè? Nou ja, ja, jouw antwoord was ook heel helder. Dat was echt prachtig. Ja, natuurlijk, geweldig. Zo werkt het. Ja, zo werkt het, ja. Henk, heel erg bedankt dat je inzicht wilde geven. En ook wel fantastisch dat je deze methode zo hebt ontwikkeld. Dames en heren, een groot applaus. Ik wou nog één, met ook toestemming, nog één kleine gebeurtenis met u delen. En dat was de volgende. Ouders en vriend zijn dag en nacht bij haar. Bij deze jonge vrouw. Wonen in het Ronald McDonald's huis in de buurt. En zijn altijd bij haar. En dan is er een dag, een verjaardag van de moeder. En ze gaan dan een dagje naar Maastricht om er ook eens even iets even uit te zijn. Vriend blijft bij haar. En juist in die dag wordt moeder gebeld. Door die vriend. En die vriend houdt vervolgens zijn telefoontje bij de mond van haar dochter. En want precies die dag spreekt ze weer de eerste woordjes. Nou, u kunt zich voorstellen dat die moeder geen mooier verjaardagscadeau kon wensen dan weer haar eerste woorden van haar dochter. Geweldig mooi. Goed. Laten we ons niet vergissen. Laten we ons niet vergissen dat als we uit coma, met iemand uit coma komen, iemand komt uit coma, of iemand heeft hersenletsel, zonder dat daar een periode van coma aan vooraf is gegaan, maar gewoon hersenletsel, dat we dan denken, nou, dan is er misschien ook wel weer gewoon compleet herstel. Nou, dat weet u ook wel. Dat hoef ik u helemaal niet uit te leggen. U weet dat het niet zo is. Maar dat is wel een heel belangrijk punt. Dat het verhaal niet klaar is. Dat er dan nog een heel veel of te winnen is. Of dat we met grote gevolgen van het hersenletsel overblijven. En dan wordt er natuurlijk altijd gedacht, en dat begrijp ik ook, aan motorische uitval, aan cognitieve uitval. En dat is heel begrijpelijk. Maar waar wat minder, zeg maar, ik zeg het heel voorzichtig, maar wat minder aandacht vaak heeft, is dat men ook qua persoonlijkheid veranderen kan. Qua gedrag veranderen kan. En dat geldt dan voor die patiënt. Maar dat geldt natuurlijk ook voor de familie en het gezin rondom die patiënt. En dat punt wilden we gewoon graag nog eens naar voren brengen. Even teruggaan naar die frontale lob. Want u weet, u herinnert zich vast nog dat die frontale lob zo belangrijk is voor de remming. U moet even reageren, weet u nog? Ik had ook niet anders verwacht natuurlijk. Dat die frontale lob speelt zo'n rol bij remming. Dus bij schade kan er sprake zijn van die ontremming. Maar u voelt wel aan dat ontremming en gedrag en persoonlijkheid, dat ligt dicht bij elkaar. En dat bepaalt ook heel erg hoe de patiënt uiteindelijk eruit komt en hoe hij, zeg maar, of zij
weer in het gezin kan functioneren, et cetera, et cetera. We hebben een heel mooi voorbeeld, mooi in de zin van dat het duidelijk is. En dat het voorbeeld komt uit een Britse documentaire. En dat is echt al bijzonder dat zij mochten filmen bij dat gezin thuis, bij die man thuis. En die man die heeft een frontaal letsel gehad, een ernstig auto-ongeval, waarbij hij echt met zijn voorhoofd, het is heel vaak frontaal, die auto-ongevallen, omdat je met je voorhoofd tegen het voorhoofd gaat, hè? Schuin voor. En die man heeft daar dus heel veel problemen aan overgehouden, ook motorisch en cognitief, maar ook qua persoonlijkheid, ook qua gedrag. En je ziet eigenlijk dat die man ontremd is, en wat u ziet is een fragment waarin hij dan zeg maar thuis optrekt met zijn kinderen. En nou, voordat ik u dat nou vertel, is het veel helderder als u er naar kijkt. Ciao. Ciao. What's happening? Shut up. What's happening? Shut up, Daddy. Tom, what's happening? It is. Okay. What's happening? What's happening? What's happening? It is literally like living with Jekyll and Hyde. And you don't know from day to day or hour to hour which side of his character is going to come out. Get out! Get out! Go for it! Don't say a word. I should be worried about it. I'm not worried. I just like to make sense what I say, of what I say. Ja, ik weet niet of u dat gevoel ook heeft wat ik heb, maar het raakt je hart, hè? Heeft u dat gevoel ook? Het raakt je hart omdat je ziet dat het veel meer is dan alleen dat iemand, en dat vind ik al heel erg, dat er alleen een motorisch letsel zou zijn, alleen, dat bedoel ik ook met alle respect, of dat er een geheugenprobleem is, wat ook heel erg is, maar dat er zoveel meer is. En wat mij ook raakt is het feit dat hij zegt, het maakt me eigenlijk niet uit. Het doet me eigenlijk niks meer. En als u het heeft over persoonlijkheidsveranderingen en over het feit dat het gedrag verandert, dan denk je bij jezelf, ja, als het je niks meer doet, terwijl je het wel inziet, maar doet je eigenlijk niks meer. Dan moet je op weg gaan om dat misschien nog wel voor elkaar te krijgen, wat heel erg lastig is. Maar je ziet hier dus een totaliteit aan zorgen, zeg maar, die over kunnen blijven. Daar staat tegenover dat wij ontzettend gelukkig zijn als het ons niet overkomt, maar als het je wel overkomt, dan moet je daar toch mee door. En wat ik ontzettend fijn vind, en dat is niet bedoeld om wat dan ook, maar dat is gewoon iets wat echt uit mijn hart komt, is dat bijvoorbeeld in Amsterdam, bij Reade, heeft men een totaalprogramma. Wat we een holistische aanpak noemen, neurorevalidatie. En ja, daar mag je echt trots op zijn in Nederland dat we dat soort programma's hebben. Waarin niet alleen de patiënt centraal staat, maar juist ook de familie, de kinderen, de echtgenoten. Hè, een totale aanpak waarin wordt gekeken hoe het verder moet in de toekomst. Dat is eigenlijk ook waar het naartoe moet. Het is niet alleen de patiënt. Natuurlijk gaat daar ons hart heel erg naar uit. Maar ook de omgeving van die patiënt. Nou zijn we toch aan het eind gekomen van het eerste college. Ik vind het jammer dat het gewoon afgelopen is, dames en heren. Vindt u het ook een beetje jammer? Vindt u thuis een beetje jammer? Ja. Maar er komt nog veel meer moois. Ik vond u fantastisch, Bulu. U heeft er gigantisch meegedaan thuis, ook geweldig meegedaan. U ziet een gelukkig mens. Dank je wel. Graag gedaan. Dank je wel. Magnifiek. Nou, leuk. Ja, ik verheug me op volgende week. Ja, ik ook. Ja, wat gaan we doen? Oh, we gaan iets heel goeds doen, ook heel mooi. We gaan kijken naar de wat meer de pariëtale lop. We gaan kijken naar bloed. De bloedvoorziening van het brein. Mm-hmm. Ook daar kan het natuurlijk niet altijd even goed gaan. En we gaan kijken hoe de ruimtelijke informatieverwerking. Dat klinkt een beetje abstract, maar als we bijvoorbeeld bewegen door de ruimte, heb je superveel informatie. En wat dat betekent en wat je daar allemaal mee kunt doen. Oh, en één groot wonder weer. Dat zien we volgende week. Ja. Vanavond was prachtig. Dank Henk, dank Britt. Goed dat jullie er waren. Nog één keer een applaus. Professor Erik Schedder. We'll be right back.